Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Hunger Games aflevering hier op mijn kanaal. Ik ben Melvin, jawel, dat weten jullie natuurlijk allemaal. En wij moeten binnen 1 seconde, ja, wel naar het midden rennen. Het potje is begonnen, jongens. En oh mijn god. Holy damn. Oké, dit is echt zo. Die chest die was zo goed, jongens. Oké, ga maar even dood. Meneer, jij moet dood. Ik vind dat u dood moet. Oké, als ik hier nu in het lava val, dan ben ik heel erg huilen. Maar dat gaan we niet gebeuren. Oké. Het houdt niet op. Totdat jij iets doet. Pas. Nou mensen, toen waren we alweer aangekomen bij het tweede potje. Oh mijn god, oké, dat was een enigszins weer oké chest. Alleen, ja, dat vorige potje wil ik eigenlijk zo snel mogelijk vergeten. Ja, vergeten. We gaan in ieder geval nu wel even proberen wat beter te spelen. Ook al, ja, was het niet echt helemaal mijn fout. Ik ging gewoon achter iemand aan en dat ging verkeerd. En nee, die man heeft dus... Het begint echt heerlijk, jongens. Het begint echt heerlijk. Oh mijn god. De kans dat die achter mij aangaat met een zwaard is ook weer zo ontzettend klein. En toch gebeurt het. Het overkomt mij altijd op deze server. Nou ja, we gaan gewoon weer naar een nieuw potje toe. Nou mensen, toen waren we weer aangekomen bij een nieuw potje. Als het zo blijft doorgaan, dan zijn we over 3 eeuwen nog niet klaar. Oké, ik hoorde gelijk over iemand vechten. Maar we zijn in ieder geval uit het midden te weg. En dat is helemaal fijn. Er staat hier een chest. Als hier een zwaard... Nee, er zit hier weer geen zwaard in. Maar loot hem wel maar gewoon. En oké, ik vertrouw die voor geen meter. Maar dan ook echt voor geen meter. Ik weet ook niet waar al die chests hier staan. Maar dat maakt niet uit, jongens. Wij gaan dit doen. En daar loopt al iemand. Dat is niet fijn. Dat is helemaal niet fijn. En daar loopt ook iemand. Ik loop hier helemaal voor mij niet. Nee. Oh, kut. Jij moet... Oh, shit. Die man heeft een axe. No! Die man... Oh, hij gaat weg. Die man die gaat weg. Oké, die man die is vandoor gegaan. Kijk. Hij staat daar nu een chest te looten. Maar ja, ik heb geen wapen. Dus ja, wat moeten we dan? Wat moeten we in deze moeilijke tijden, jongens? Als we geen wapens hebben... Ik weet het niet. Misschien moeten we een stichting oprichten of zo voor Hunger Games. Doneer een wapen aan iedereen die een wapen nodig heeft. Oké, daar komt iemand aan. Oh, dit meen je niet. Oh, fuck. Ik vertrouw het voor gemeten. Doe me trouwens even dat broekje aan. Zo. Oké, nou, we zijn in ieder geval langer levend dan beide potjes hiervoor bij elkaar. Dat is echt bizar eigenlijk. Dat was echt gewoon... Binnen no time ging dat verkeerd. Ik weet niet waarom, maar ja. We hebben in ieder geval geen zwaard nu. Maar dat maakt niet uit. We hebben wel gewoon een fatsoenlijk aantal items. En het zijn ook niet de meest slechte items. We moeten alleen zorgen dat we even een zwaard vinden. En dan zijn we in ieder geval een beetje klaar voor een battle. Als het goed is zit hiervoor in een chest. Ik kan me dat enigszins herinneren. Het zijn allemaal van... Ja, oh, die dubbele... Ja, een zwaard! Oké, die pakken we voor. En dan zetten we die op 2 en dan die op 3. Nee, die op 2, dankjewel. Er zat er nog meer in dat ik nodig kon hebben. Boots. Oké, dan hebben we volledig armor. Ik vertrouw het hiervoor gemeten. Ik sta hier echt heel erg dom, maar dat maakt niet uit. Oké, ga maar verder lopen, Melvin. Fuck yeah, we hebben een zwaard. Het is niet het beste zwaard. Het is zelfs het slechte zwaard uit het hele spel. Maar dat maakt niet uit. Het is iets waarmee mijn mensen sneller kunnen doden. Haha. Ja, een stenen zwaard. Holy damn. Oké. En no, wat loopt daar nou weer dan? Dan loopt een heel team of zo. Dit meen je niet. Dit is... Oh, waarom? Oh, daar liepen voor mij echt 2 mensen. 3 misschien wel. Voor mij zit het... Nee, het zit niet achter... Oh, het zit niet achter me, joh. Oké, en daar loopt nog een team. Oh nee, dat is geen team. Het is ook een... Vechtend mensen iemand. Oké. Hier, neem een visengel. Oh ja, jij bent nu bang voor mij omdat ik een visengel had. Damn, wat gebeurt hier allemaal? Er gaan zoveel mensen dood. Ik heb allemaal mensen gezien, maar nog niemand echt aan kunnen vallen. Ik heb wel een zwaard, maar voor de rest, ja. Het is een beetje onzekere tijden. Net zoals in Griekenland. Ja, ik denk dat je deze hele aflevering kan gaan vergelijken met Griekenland. Het is allemaal heel onzeker hoe het is. En dat is gewoon huilen. Het is gewoon heel erg hard huilen. Ja. Het houdt niet op. Een ijzeren ingot. Oké, dat is enigszins fijn. Denk ik, jawel, dat is wel fijn. Alleen het probleem is dat we dan nog eentje nodig hebben. En daarna heb ik het probleem altijd dat ik nooit, maar dan ook nooit een crafting table vind in deze mappen. Dus dat is weer echt, ja, kut. Maar we gaan gewoon verder lopen. We gaan gewoon zoeken naar die chest. En als het goed is ligt hier ook ergens een chest in een graf. Ja, kijk daar. Of niet? Hier ergens? Ja, hier, kijk. Ja, een grafkist met spulletjes.
What? Oké, ik weet niet waarom, maar er ligt hier random een iron ingot op de grond. Oh mijn god, joh. Oké. What? Oké, dit is even iets wat ik niet snap. Waarom ligt daar een iron ingot op de grond? Ik ga in ieder geval even mijn inventory nu helemaal schoonmaken. Kijk, zo. Smijten we al die rotzooi daar neer. En hebben we een fucking... Huh? Echt waar? Waar komt die iron ingot vandaan? Oké, ik heb geen flauw idee. Er zijn nog 8 mensen levend. We hebben nog niemand tegengekomen, maar we hebben wel al een iron zwaard. En dat is natuurlijk fucked up chill. Daarmee kunnen we waarschijnlijk wel iemand gaan doden. Althans, dat hoop ik. Want ik heb namelijk weer niet het beste armor. Oh, dat is zo kut, hè. Oké, waar loopt hier iedereen? Ik weet het echt niet. Ik weet het niet. Waar is iedereen? Mens... Oké, ik hoor iemand. Of was ik dat zelf? Voor mij was ik dat zelf. Oké, nou open dan deze chest maar even snel. Fuck, er zit geen ene flikker in. Oké, dit is een beetje... Ja, ik weet niet precies. Laat ik het zo maar zeggen. No way! No fucking way! Een team van 3. Een team van... Nee, dit meen je niet. Waarom zit het mij ook altijd zo tegen? Allemaal zowat volledig iron armor. En als ik dan naar mezelf kijk... I'm too sexy for my shirt. Dan kan ik echt wel gaan huilen. Nee, dit is echt weer... Oh my god, dit is weer typisch. Er zijn nog maar 5 mensen over, dus er is nog eentje die alleen is. Als we nou gewoon zorgen dat we met hem kunnen gaan teamen, dan hebben we gewoon 2-3. Dan is het nog wat eerlijker. Oh shit. Oh shit. Ze zien me niet eens. Ze zien me niet eens. Ha! Dit meen je. Dit meen je. Ik juke ze zo hard, jongens. Ik juke dat team zo fucking hard. Ha, dat was echt briljant. Maar ja, dat kan ik nooit winnen, die battle. Dus ze hebben volledig iron armor. En dan hebben ze ook nog eens 1 diamond zwaard. Het is gewoon... Nee, dat wordt hem niet voor mij, weet je. Ik moet gewoon... Oh, what? Wat gaat... Voor mij hebben zij de anderen gevonden. En nu is het serieus ik tegen een team van 3. Als ik dit win, hè, dan trakteer ik op taart. En een heleboel dingen. Ja, bij deze. Dat ga ik nooit winnen namelijk. Oh, de chests zijn gerefilled. Oké. Ik weet niet of ik daar heel blij mee mag zijn. Want nu gaat natuurlijk... Ja, dat hele team zit natuurlijk in het midden. Dus ja, dat is ook weer... Maar hier zitten mensen bovenop een dubbele chest. Hopelijk zit daar wat beters in. En dit is zo'n kutpotje eigenlijk. Ja, het is gewoon kut. Ik ga wel lekker, maar het is gewoon kut. En... Beter armor. We hebben een gouden appel. Oké. Die golden apple, die zetten we daar neer. En dan pakken wij betere helm voor en betere schoentjes. En dan hebben we alleen nog een beter broekje nodig. En die gaan we vinden in die helikopter, geloof mij. We gaan die dubbele chest in die helikopter even pakken, dat zeg ik. En dan hoop ik dat wij dit gaan winnen. Maar dat gaat toch niet gebeuren. Weet je wat? Ik ben gewoon uit die helikopter gegaan en ik ga wel gewoon naar het midden toe. Want ik heb een vreemd vermoeden dat ze in het midden zitten. En ja, dit potje duurt al fucking 15 minuten. Veel te lang in mijn opinie, want ik heb gewoon geen ene flikker uitgevoerd. Laten we het gewoon maar gaan proberen. We gaan gewoon die gouden appel opkanen als we ze zien. En dan gaan we gewoon in de aanval. Ook al gaan we dat never nooit winnen. Het maakt niet uit. We gaan het doen. Wij gaan het proberen. Wij kunnen dit. Wij kunnen dit, Melvin. Zie, daar staan ze. Oké, ze hebben zelfs een diamond helmet kunnen maken. Yay! Team zit achter me aan. Woo! Fucking awesome! Een team van 3 zit achter mij aan. En dat is zo leuk. Waarom? Oh, waarom? 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 Een team van... Oh mijn god! Hoe fucking goed kunnen zij berg beklimmen? What? Ze zitten ook echt zo fucking dicht achter mij, jongens. Oké, blijf rennen, blijf rennen, blijf rennen. Blijf rennen dan! Oké, die gozer heeft een diamond zwaard. Wat de fr... Het houdt niet op. Oké, mensen, toen waren we aangekomen bij een nieuw potje. En oh mijn god, oké. Ik heb een iron ingot en schoentjes. Ik heb iron ingot en schoentjes. En we moeten hier ergens naar beneden springen in water, kan ik me nog herinneren. Ja, kijk hier. Woe, plons. Oké, dit is het laatste potje, jongens. Het vorige potje. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik vond het niet goed gaan. Want we hebben gewoon geen kill gemaakt. Het waren echt spullen. Maar ja, dan is het een team van 3. En daar kan ik me zo boos om maken. Maar dat moeten we niet doen. Het was gewoon vermakelijk, hoop ik. Oké, nee, ik weet niet. Maar laten we maar gewoon gaan looten. En we zien het vanzelf wel, weet je. Ik weet het ook gewoon niet meer. We hopen gewoon ooit een keer op een dag een potje te winnen op deze server. Op toch wel de moeilijkste server waar je Hunger Games op kan doen. Vind ik dan wel weer een hele leuke uitdaging. Alleen, ja, teams.
Teams van 2, oké. Teams van 3, nee. Hé, dat vind ik wel een leuk zinnetje. Die moeten we erin houden. Wauw, dan vind ik een chest en dan zitten er... Nou, het geluk zit me ook weer tegen vandaag, jongens. Echt waar. Oké, ja, dit is dan nog wel enigszins een leuk chestje. Maar sowieso dat wij dan nooit een battle mee gaan winnen. Sowieso niet. Maar ja, er zijn nog maar 12 mensen. Wat? Dat is al meer dan... Oké, er zijn nog flink wat mensen uitgeroeid, zie ik. Nou ja, we hebben in ieder geval dus wel een zwaard. Daar ben ik wel tevreden mee. En voor de rest, ja, is het weer een beetje hetzelfde. Uvol, zoals vorig potje. We vinden weer niemand. We hebben geen gevechten. Het is gewoon heel erg doodstil hier aan de zijkant van de map waar we looten. We moeten gewoon wat meer uitdaging zoeken, vind ik. Ja, want meestal kan dat wel lonend zijn wanneer die persoon iets beter is, maar niet veel beter. Want ja, als hij veel beter is, dan is het eigenlijk gewoon een verloren zaak. Maar dat is nu niet het geval. Dus, althans, dat denk ik. Want we zijn nog maar net begonnen. Oh mijn god, jongens. Ik heb weer de spullen voor een iron zwaard. Maar ja, jullie kennen mij. Ik weet niet waar die crafting tables staan. Behalve dan eentje in het midden die ik heb onthouden. Ja, maar voor de rest. Crafting tables en Melvin gaan niet samen in Hunger Games. Nee, dus, ja, we gaan het gewoon proberen, jongens. Gewoon YOLO. We gaan naar het midden toe. Want daar zit een crafting table. En dan hoop ik dat wij dit zwaard kunnen genereren. Want fucking hell. Het is weer... Ja! Yes! Oh mijn god. Yo, hey. Hier heb ik lang naar gezocht. Echt ammo hoela zeg. Yo, ik hoop ook echt dat het waard gaat zijn, want damn. Hier heb ik veel te lang naar lopen zoeken. Dus echt huilen. Maar oké. Ik zie daar mensen lopen toevallig nu. Daar. Ik weet niet of jullie ze zien, de naam. Oké, daar komt er eentje. Oh, fuck. Voor mij heeft hij mij gezien en gehoord. Ik weet niet. Wat gaat hij doen? Waar loopt die man heen? Of is het een team? No, het is een team. No, het is een team. Oké. Jullie moeten dood. Jullie moeten dood. Nee! Wat? Nee, nooit. Ik... Het houdt niet op. Totdat jij... Ik zit er helemaal niet in, jongens, in deze ochtend fucking 9:30. Nou ja, in ieder geval, mensen, hebben jullie genoten, ondanks mijn super slechte aflevering. Druk op blauw duimpje omhoog, laat misschien een leuke reactie achter hier beneden in de comment section. En als jij nog niet geabonneerd bent op mij, druk snel op het knopje abonneer hier beneden staat. Dan ben jij altijd op de hoogte van de video's. En dan heb ik nog maar eens zeg tegen jullie, en dat is doei, mensen!